In deze video genieten wij van heerlijke groenten. Gadverdamme jongen, Sophie! Niet kokken! Nee, ik zit nu helemaal onder. Veel kijkplezier. Hoi allemaal! En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En vandaag gaan we niet snoep eten, maar groenten. Normaal gesproken proeven wij vaak gekke smaken snoep uit. En we dachten, omdat wij zo vaak ongezond doen, laten we een keer gezond doen. Het zou me echt niks verbazen als niemand op deze video klikt. Jawel, dit is geweldig. En het erge is, we gaan de groenten dus rauw eten. Ja, allemaal rauw. Ik heb er echt zin in. We hebben verschillende soorten groenten gekocht en we gaan ze dus allemaal lekker rauw eten. Want waarom niet, hè? De smaak is geweldig als ze rauw zijn. En we gaan beginnen met de bloemkool. Dit is zo'n groot ding eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè. We hebben ook een snijplank voor al het ongemak wat we hier gaan uitvoeren. Ik wil eigenlijk gewoon zo een hap nemen. Ja, probeer maar. Mag je dit eigenlijk wel rauw eten? Moeten we die even eerst per... Ja, bloemkool mag je uit. Alles wat we hebben gekocht mag je rauw eten. Zeker? Check even na voordat je dit na wilt doen. Of je de groenten wel rauw mag eten. Want ja, wij doen vaak dingen die niet helemaal handig zijn altijd. Oh, lekker bloemkool. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh nee. Gadverdamme jongen, zo vies. Maar ik ga niet zeggen dat je het lekker vindt. Ik vind het wel lekker. Het smaakt wel als een plant. Ja. Alsof je gras aan het eten bent. Nee, grapje. Nee. We hebben geen kokbak. Wacht, een beetje. Ik wil beker. Het smaakt alsof ik iemands huid opeet. Ja, ik weet niet veel. Ik weet niet hoe het smaakt, maar het proeft gewoon echt heel vies. Ik ga proberen het door te slikken. Oh, het stinkt gelijk uit mijn mond. Ruik je het? Vies, hè? Dat is een aardegeur. Aarde. Water. Nee, joh. Aarde. Ik geef dit een 4. Ik geef het een 2. Het is echt heel vies. Het is echt goor. Oké, we gaan naar het volgende. De volgende is... paprika! Neem een haap. Zullen we samen een hap nemen? Oké. Nou, ik vind paprika echt lekker. Ja, gewoon lekker. Ik hou van paprika. Het is lekker zoet. Er zit ook een tientje in. Oh! Wat leuk! Wat is er leuk aan? Hij is zwanger. De foetus. Smee! Eet hem op dan. Dat is echt heel luguber. Doe maar. Oh, kan echt niet. Okay. Oh, godverdamme. Is het vies? Ja, feutus wel echt goor. Nee, dank je. Wat geven we de paprika, ja? Toch wel een 9 krijgt deze van mij, hoor. Nou, deze krijgt van mij ook wel een 8,5. Ben je klaar voor de volgende? Nee, maar doe maar. Deze vind ik er toch een partij smerig uitzien. God, nee, nee. Venkel. Wat is venkel? Ja, dat weet ik niet. Een ui? Het ruikt helemaal nergens naar. Nee, echt hè? Gewoon geurloos. Oké, weet je, we hebben wel even een mes voor de venkel, want dat is misschien niet heel handig. Wat is een venkel inderdaad? Oh, wat? Huh? Dit is een hele... Oh! Oh my god, dat hebben wij in de tuin. Het ruikt naar anijs, weet je wel? Oh, dat is het! Ja, nee, ik kon het even niet plaatsen. Ik heb echt het gevoel alsof dit giftig is. Heb je dat ook niet? Jawel. Alsof misschien... je dit echt niet mag eten. Zullen we even opzoeken of we het mogen eten? Ja, is goed. Nee, maar ik had het opgezocht. Het mocht. Zeker, zeker, zeker? Nee, nu wil ik het wel voor de zekerheid weten. Want het ruikt echt alsof we hier aan dood gaan. We gaan heel even opzoeken of we dit kunnen eten. We zijn zo weer terug. We hebben het opgezocht of het rauw gegeten mag worden. Het mag. En het mag. En het is alleen nog maar erger als je het rauw eet. Dus laten we het rauw eten. Gadver. De venkel. Venkel. Zin in. Deze heb ik echt geen zin in. Nee, ik ook niet. Ik durf echt niet. Ik krijg over mijn nek, denk ik. Huh? Oh, het valt wel mee. Het smaakt gewoon zoals het ruikt. Ja, maar veel minder sterk. Het is niet lekker of zo, maar... Nee. Mama, wat krijg je mee in mijn lunchbox vandaag? Venkel! Gadver. Het is niet lekker. Het is ook niet vies. Het is een beetje saai. En
Ja, het smaakt zoals druit. Maar dan wel iets meer. Ja. Sorry hoor. Klopt. Het is een heel sterk stukje. Oh, dus het kan nog erger zijn. Nou, wat geef jij de venkel? Wat gaf ik de bloemkool? Vier? Vier of zo. Dan geef ik deze een 5. Ik geef dit een 4. Ik moet even... Nou, hier hebben we broccoli. Mag je dit ook wel rauw eten? Ja. Ja, dit mag volgens mij wel. Ja, dus het ziet er ook zo betrouwbaar uit, weet je wel. Nou, nee lekker hoor. Een boom. Ik weet niet wat dit is. Oh, zo'n blaadje. Stel je voor, je zit op school, je ziet twee van die meiden zo in de pauze. Ja, dus wat heb jij dit weekend gedaan? Oh, je eet hem al. Oh. Nou ja, ik was met mijn buurjongen aan het spelen. Nee joh. Huh? Oh, ik moet nog eens wel. Oh nee. Oh, oh fuck, wat heb ik nou voor Oh, het is zo ranzig. Oh, ik heb gewoon kippenvel. Overal zit kippenvel. Nee, dit is echt heel vies. Al die balletjes blijven overal zitten. Ik geef de bloemkool een... De broccoli. Is het broccoli? Ja. Oh ja, sorry. Ik moet zelfs maar lachen, ik ga mijn broccoli. Wat is Lisa weer? Ik ben nu wel dit een beetje overliep. Running op mijn broccoli. Zo gaat hij helemaal niet. Wel? Doe jij het dan? Ik ken dat lied niet, maar zo gaat het niet. Ik zweer, er is een broccoli nummer. Nou, er komt nu een broccoli song in voor jullie. Little little party bitch, get off me. In the cut, I'm rolling up my broccoli. Ik geef de broccoli een 2. Ik geef de broccoli ook een 2. Maar gekookt is het wel lekker. Ja. Maar niet rauw. Nee. Gadverdamme. Oeh. Oh. Nee. Corn. Ik stoor. A big old glass. It got juice. It got juice. I get a bit of a beautiful thing. Het zit er gewoon sap in. Er zit vocht in. Oh. Nee, dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet. Als je het vocht overheen. Oh, mijn dag kwam niet meer stuk. Waarom doe ik het zo? Ja, ik zei het toch. Ah, oh, waarom zit dat vocht erbij? Ja, dat kan niet meer. We zitten allebei soort in de... Ja, ik zit echt te wachten op jouw teken. Want zelf ga ik hem niet geven. You only live once. Ja, boeien. Let it be good. YOLO. 3, 2, 1... Niet kokken. Het is best wel lekker. Het smaakt naar vlees. Oh, zeg dat dan niet. Mijn korn is gewoon lekker, maar ze hebben het verpest. Ze hebben het echt verpest. Ik ga nooit meer korn uit verpakking eten. Ik heb helemaal kippenvel weer. Dit is gewoon nog erger dan snoep eten. Ik heb echt veel liever vieze snoep dan dit. Echt, dit is echt heel vies. Oké, Nee! Kijk, oh nee, ik zit nu helemaal onder. Mijn dag is vreselijk. Waarom doe je dat dan? Ja, weet ik niet. Ik geef de korn een 2. Korn is normaal echt lekker, maar deze korn krijgt echt een 1 van mij. Want deze is echt vies. Dit is echt heel ranzig. Ja. Ja, doe hier even in. Ja, joh, prima. Witlof. Dit vind ik dus echt heel vies. Ik ook. Oh, kan dit wel eten? Bon appétit. Ik weet niet of ik het kan eten hoor. Lijkt alsof het giftig is. Zo door die haren. Oké. We hebben geweldig nieuws. Witlof kunnen we gewoon rauw eten. Ik hoop het eigenlijk van niet. Maar ja, weet je, voor de video is het leuk. Schat, pak een stukje. Je moet het gewoon even lekker proberen. Nou, hey, eet smakelijk. Eet smakelijk, geniet ervan. Gaffe die haren. Dat gaan we niet. Dus gewoon sla. Sla met haar. Nou, het is verder geen vieze smaak. Nee. Witlof. Het is niet heel lekker, maar het is gewoon een beetje sla. Alleen dan wel wat zuurder. Ja. Nee, meer bitter. Bitter. Ja. Ik geef de witlof een 5. Ja, ik geef de witlof een 6. Ik vond het echt niet heel vies. Gadverde. Oh, dat vocht wat daar nog ligt. Ik ga echt helemaal over mijn nek. De ene laatste groente is... Prei.
Ja, ik ben gewoon sprakeloos. Zo lekker ziet het eruit. Ja. Niet waar? Wow! Prei! Woo! Blij, 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 want we eten prei. Sushi. Au, daar heb ik zin in. Het is gewoon sushi. Het is gewoon sushi. Nou, de prei ruikt wel lekker. Het ruikt niet vies. Een beetje soepachtig. Dit is lekker. Oh. Zo. Pittig. Oh, het is pittig. Het is gewoon een soort ui eigenlijk die heel pittig is. Ja, eigenlijk wel. Het is echt pittig. Ja, ik had er eigenlijk wel iets minder van verwacht. Ik vind het beter dan ik dacht. Ik geef de prei een dikke 10. Nee, dat verdient hij echt niet. Zo heel enthousiast. Ik geef de prei een 5. Een 5 maar? Ja, trouwens. Nee. Ik geef de prei een 6. Omdat ik net zat te denken van... Die witlof was ook niet veel beter. Nee. Ik geef de prei ook een 6. Woe! Prei! Prima prei. Prima prei. Ik ga kijken of mijn moeder hier nog vanavond iets van kan maken. Oh ja. Hebben we nog meer? Huh? Deze heb ik niet in de winkelmand gedaan hoor. Oh, die heb ik erin gedaan. Maar deze kun je volgens mij niet rauw eten. Jawel, toch? Courgette wel. Oh ja, aubergine mocht niet. Aubergine mag je volgens mij niet. Ik ga het weer zo opzoeken. Je kunt courgette prima rauw eten. Nou, wij zijn heel blij, want we lazen dus net dat je courgette prima rauw kan eten. Hoe nice. Het is ook nog eens gezond voor je. Like healthy lifestyle it is. Goor. Goor? Het is echt heel goor. Hoezo? Dat is gewoon lekker. Of hij heeft het niet echt gesmaakt. Wat zijn we aan het doen? Even serieus. Dit is zo raar. Je weet ook gewoon. Je weet het gewoon. Ik krijg allemaal rillingen. Ik ook. Ik heb heel veel kippenvel. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het helemaal niks. Waarom? Als dit zo goed voor je is. Is het goor? Waarom? Ja, waarom? Alles is goor, behalve die paprika. Ja. Maak het dan ook lekker. Maak gezond eten lekker. Als je mensen dan nog wel overhalen om die courgette, die prei naar binnen te werken. Maak het dan ook gewoon gezond. Ja, wat is dit? Ik heb nog nooit iemand iets overtuigends proberen te vertellen met courgette in zijn hand. Maartje, je moet gewoon even luisteren naar mij. Want op deze manier gaat het niet langer. Ik vind dit wel echt heel lekker. Gebakken, ja. Gebakken. Gebakken courgette. Echt amazing. Wat voor cijfer geef je de rauwe courgette? 3. Ja, dat is voor mij krijgt een... Voor mij krijgt hij een 4. Ja. Ja. Rauwe courgette is not it. Eet geen groente rauw, zoals je ziet. Als je het wel wil proberen, kijk wel even of je de groentes kan eten rauw. Want er zijn genoeg groentes die kan je echt niet rauw eten. Nee, klopt. Dus doe daar even research naar en dan probeer het uit. Je gaat het niet lekker vinden. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze video. Heb jij nog andere leuke ideeën wat wij moeten uittesten? Laat het dan even weten in de comments. En dan gaan wij natuurlijk weer nieuwe dingen voor jullie uittesten. Dat mag van alles zijn, zoals bijvoorbeeld rauwe groenten. Liever niet eigenlijk, maar kan, weet je, kan. Vergeet niet te abonneren en te liken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jou volgende week weer met een nieuwe video. Tot volgende week! Tot volgende week! Doei!